Wel, we hebben hier een ruim overleg gehad deze namiddag, waar dat politie, justitie, binnenlandse zaken en de burgemeesters samen zaten. En een van de vragen die eruit kwam, was om het lidmaatschap van criminele motorbendes, om dat strafbaar te stellen en te laten vervolgen. Wij hebben wel onlangs het schietincident gehad waar iemand van de motorbende beschoten werd door een ander lid. Los van de concrete bestuurlijke aanpak is dat ook zo dat wij bijvoorbeeld 2 jaar geleden op een gegeven ogenblik een samenscholingsrapport hebben uitgevaardigd waarbij meer dan 4 kolordragende leden van de motorbende niet konden optreden. Dit zijn internationale criminele bendes. Nederland heeft zijn aanpak verstrengd. Duitsland heeft zijn wetgeving verstrengd. En nu zien we effecten bij ons op het grondgebied. Dus wij moeten ook hetzelfde doen om het gezamenlijk het fenomeen aan te pakken. Bij mij aan tafel Albert Willems, motorrijder met een missie, want u bent Biker for Christ. En Marino Keulen, Kamerlid voor Open VLD en burgemeester van Lanaken. Meneer Willems, Biker for Christ, voor de mensen die dat niet kennen, wat is dat? Het vreemde eend in de bijt van de motorwereld, maar het zijn allemaal mensen die gelovig zijn. Die eigenlijk op zondag in de kerk zitten, in plaats van op de motor, en daar kiezen ze voor. Het zijn eigenlijk allemaal christenen met een missie, de boodschap van Christus uitbrengen. Het is heel duidelijk op onze rug. Je kunt er niet langs kijken. En u bent thuis in de wereld van de motorrijders. U kent ook die andere verenigingen. Ik kom overal, bij alle kleuren. Dus ik ben er wel wat thuis in. Of ik nu de grote specialist ben, dat is een andere. Ziet u dan ook dat er soms problemen zijn? Dat er bendes zijn die zich bezighouden met criminele activiteiten? Voor degene die dat niet ziet, is blind natuurlijk. Hè? Dat komt regelmatig op het journaal. En jammer dat dat erbij is. Ja. En hoe groot is dat probleem dan? De laatste tijd wordt het wel iets groter. De spanning loopt op. En ja, het is wel misschien een groot probleem aan het worden. Ja. Ja. Meneer Keulen, u klaagt dat ook aan, hè? Want u hebt samengezeten met een aantal burgemeesters en met de minister van Binnenlandse Zaken daarover. Ja, wij zijn een grensgemeente politiezone Lanaken Maasmechelen. We hebben in 2011 de moord gehad op 3 outlaws vanuit de Hells Angelshoek. En dat gaat dan eigenlijk over de territoriumstrijd en dat gaat dan eigenlijk over de controle van afpersing, drugs, prostitutie. Dat gaat dus eigenlijk over een aantal dingen die zich afspelen buiten de krijtlijnen van de wet. We stellen vast bij huiszoekingen, dan treft men daar raketwerpers aan, automatische vuurwapens, gestolen goederen. Dat zijn dus allemaal dingen die ons zeer ongerust maken en waar dus politiek bestuur, politie en justitie aan één zeel trekken. Ja, en het lidmaatschap van criminele motorbenden strafbaar maken is dan een voorstel dat nu bekeken wordt. Maar dat is toch juridisch moeilijk? Hoe bepaal je wat een criminele motorbende is en wat niet? Dat is inderdaad heel erg moeilijk. Dat zou dan zijn op basis van de wet met betrekking tot de bendevorming en de criminele organisaties. Dat is dus dat je iemand kan aanhouden, omdat de organisatie waar je deel van uitmaakt zit in de wereld van de drugs, in de wereld van de afpersing, zonder dat je de betrokkenen op heterdaad betrapt. Maar dat is juridisch altijd zeer delicaat. En word je veroordeeld omdat je die kentekens draagt, zonder dat je zelf iets hebt gedaan. Maar die kentekens zijn ook een duidelijk signaal. Daar staat boven 1%er. Dat zijn dus mensen die echt zeggen, we staan buiten de rechtsstaat. Dat zijn dus inderdaad mensen die toch meestal allemaal een crimineel verleden hebben. We stellen vandaag vast bij ons in de gemeente dat men werft jonge mensen tussen de 35 en de 45 die zelfs geen motor hebben, maar wel allemaal een crimineel verleden. Meneer Willems, wat vindt u van dat voorstel? Gaat dat iets veranderen? Gaat dat de problemen zijn? Er zijn een paar dingen waar ik even op in wil pikken. Het gaat vrij snel. Ik moet het goed. Bijvoorbeeld de raketwerper. Ik denk dat er ook iets is wat dat heel gedoe opblaast. Die raketwerper is niet meer geweest dan een lege lauw. Men schiet dat leeg en men houdt het omhulsel. Ik heb het zien hangen in Antwerpen 10 jaar geleden tegen de muur. Achteraf valt de politie binnen en men zegt er is een raketwerper. Dat is een lege huls. Als je daarvoor de mensen straft, moet je elke bompa, oma en opa oppakken die nog een obus heeft staan voor de venster. Oké, dan vinden we wapens
En dat kan niet. Dat mag niet, dat is bij wet verboden, dat brengt niks als ellende. Ik ben helemaal tegen. Om nu te gaan zeggen, het zijn allemaal criminelen, dat is de algemene uitspraak, dan zeg ik, wat is een crimineel? Een crimineel is iemand die meermaals veroordeeld is geweest, die zelfs een recidivist is, dan valt je onder de noemer crimineel. En ik heb daar een andere zicht op. Ik ken heel veel van die jongens die absoluut niet crimineel zijn. Die werken hard. Die werken van 8 tot 5 in een zaak. Die zijn, en dat is geen dekmantel. Ik zeg niet dat er geen dingen gebeuren. Hè. Ik deel volledig uw angst en de burgemeesters en noem maar op de hele heisa van... Ik deel die angst, maar we moeten dat wel juist neerzetten. Ja, meneer Kulle, uiteindelijk kan men criminele individuen op dit moment... bestraffen. Als iemand een feit pleegt, dan worden die vervolgd, dan kan men dat aanpakken. Waarom dan de bendes ook echt... Ja, weet u, we doen dat niet alleen. Men doet dat ook in de Verenigde Staten, in Duitsland, in Nederland, in de Scandinavische landen, in België. Eén iemand kan zich vergissen, maar als iedereen zich vergist, dan klopt er toch ook iets niet bij die organisaties. Dan zit je toch echt met inderdaad een spoor van geweld. Misschien heel even. Gewoon, wij stellen vandaag vast bij huiszoekingen, tot we daar gestolen goederen aantreffen. Grote sommen geld, dat men komt in cafés en dat men de rekeningen niet betaalt. Dat mensen angst hebben om klacht neer te leggen. Dat men vechtpartijen heeft. Dat gewone motorclubs, die heel onschuldig zijn, worden gedwongen om kamp te kiezen. Rood, Hells Angels of zwart, Outlaws. En dat ook daardoor bepaalde van die clubs ophouden te functioneren, omdat ze niet in die wereld terecht willen komen. Maar iedereen heeft een vrije keuze om daarvoor te kiezen. En tegenwoordig is niet meer zo die druk daarop. Ik moet rood, ik kom bij allemaal. Is maar één ding. Als men... strafbare feitenpleeg moet men, wie zijn kont verbrandt, moet op de blaren zitten. Als dat niet zo is, kan je niet een hele groep zeggen dat ze crimineel zijn. Omdat enkelingen iets doen wat niet kan, mag je niet de hele groep voor aanspreken. En je kan ook niet gaan verbieden dat die clubs bestaan. Want we hebben recht van vereniging, is een Europese wet. Die moeten we dan ook houden. En waar ik me erg aan gestoord heb, met alle begrip voor wat los is dat men zegt van, ja, daar kunnen we niks aan doen, we hebben die wet. Maar we gaan het lidmaatschap verbieden van die vrije vereniging wat mag. Dan zijn we eigenlijk net hetzelfde bezig als dat ministers zeggen, ik maak een wet, iedereen die op een fiets rijdt met 2 wielen betaalt belasting. Dan zegt elke Belg, zoek naar het achterpoortje, ik zet er 2 wieltjes op, ik heb 4 wieltjes, ik betaal geen belasting meer. En nu gaat de politiek datzelfde doen. Nu gaan we zeggen, we gaan wetjes maken om dat te krijgen. En nogmaals, ik deel alle bezorgdheid, maar het moet eerlijk gebeuren. Je kunt dat niet verbieden. Als je morgen de collar afpakt, dan lopen ze mooi rond met kabouterplop. Kabouterplop, 45, kolt. Maar we hebben geen probleem met de oma en de opa die een opus hebben. We hebben ook geen probleem met motorclubs. Die mensen moeten beschermd worden, de vrijheid van vereniging. We hebben wel een probleem. En het zijn toch altijd die organisaties waar die fenomenen terugkomen, die mensen intimideren. Regime van de angst. Vandaag moet een burgemeester van Kerkrade ondergedoken leven, omdat hij eigenlijk die strijd aangaat tegen die motorbendes. Vandaag stel je vast dat men, de burgemeester van Rafels, men heeft daar op iemand geschoten van No Surrender. Men vindt een lijk van iemand van Satudara in het kanaal van Neerpelt. Men heeft clubhuizen in het Antwerpse in brand gestoken. Met alle respect, gewone bikers doen dat niet. Het is net om de reputatie van de gewone bikers te beschermen dat je moet optreden tegen de motorbendes. En men doet dat niet alleen in België, maar in heel Europa vanuit diezelfde bekommernis de rechtsstaat en de mensen beschermen. Meneer Willems, hoe zou u het dan wel aanpakken? Want het zorgt ook voor een slechte naam voor de gewone motorclubs. Ik mis hier vooral dialoog met die mensen. Ik kom in die clublokaals. Niet dat ik daar... Ik zit meer in de kerk dan in die clublokaals. Maar ik kom bij die mensen over de vloer en ik kan daar over heel wat dingen spreken. Ik mis die dialoog en ik mis een beetje de eerlijkheid. Als een Hell Angel morgen rijdt voor een goed doen, dan staat dat in geen enkel krant. Maar als daar het minste misloopt, dan gaan wij dat zo uitvergroten in de kranten dat het de grootste krapulen zijn. En ik ken jongens en zoveel dingen die daar verteld worden. De president mag gewoon een vrouw naar believen pakken. Noem maar op, dat komt dan allemaal in de media. En dan zeg ik, dan missen we het doel. Wie zijn kont verbrand moet op de blaren zitten. Maar daar moeten we ook geen onschuldigen. We zijn nog altijd pas schuldig als we veroordeeld zijn. En we mogen nooit zeggen, het zijn allemaal criminelen. Want er zitten hele
toffe gasten tussen. Als je op de trein zou zitten en ze hebben een kolonie aan, dan zou je daar een hele reis mee kunnen maken. In het profiel blijkt het heel vaak om grijze mensen te gaan. Mensen die werken als fabrieksarbeider, als bouwvakker. Vaak mensen eigenlijk die vooral binnen die militaire structuur van die motorbendes eigenlijk hopen carrière te maken, een identiteit te krijgen, zich naar boven te werken en te vechten en toch ook met de vaststelling. One percenter, het staat op een college. Het is eigenlijk ook de bewuste keuze om de regels van de rechtsstaat om die aan de laars te lappen. En overal waar ze huizen, ontstaat een regime van de angst. Het is eigenlijk ook een beetje wat u zegt van als je nu de andere kant op kijkt, dan is het misschien niet zo erg. Maar zo heeft de maffia nu al decennia lang Zuid-Italië in de greep. We moeten daar onze nek uitsteken, politiek, justitie en gerecht en politie. Ja, en we doen dat ook. We trekken daar ook alle drie aan één zeil. Oké, dat is ook zo. Maar ik vind het ook een beetje machtsmisbruik van de burgemeesters. Als je op zeker ogenblik verbiedt dat de mensen niet meer mogen samenscholen, dan gaan we nog een stap verder, krijgen we de Rommelmarkt. De Rommelmarkt, Rommelrock, een organisatie, wordt verboden. Ja. Een rockfestival wordt verboden, omdat er zouden wel eens bikers aanwezig kunnen zijn. Dus verbieden we het. Maar wat is nu onlangs gebeurd, doet de burgemeester Terwinge, hele prachtige burgervader, niks op hem persoonlijk, maar de burgervader doet een bal van de burgemeester. Er komen een paar bikers en dat wordt als uitdaging gezien. Ja, maar dan ook moeten we zijn bal ook verbieden. Dan moeten we die rechte lijn zo leggen. Dan moeten we zeggen, het heeft een averechtseffect, nog heel kort, tot slot. Nee, dat heeft zeker geen averechtseffect. Wij mogen het zeker niet dulden. Het bestond voor 2010 in Belgisch-Limburg niet. Het komt nu eigenlijk als konijnen, als paddenstoelen uit de grond gekropen. En het gaat eigenlijk over controle, over prostitutie, drugs en andere illegale activiteiten. Dat dulden wij niet. Dat aanvaarden wij als overheid niet. Ik hoor een vraag voor dialoog. Jullie kunnen in de foyer verder praten. Dank je. Zeker doen. We zijn wel een goede vrienden met elkaar.